Vrijdag werd de officiële persconferentie gehouden voor de Zevenheuvelenloop. Hierbij werden grote kanshebbers geïnterviewd door Abdelkader Ben Ali. Een van deze kanshebbers is de Vlaming Abdi Nageye. Wel, Zevenheuvelenloop heb ik veel van gehoord. Het is de eerste keer dat ik mag lopen. En kijk ik uiteraard heel uit voor zondag. Welke tijd dat ik ga lopen is moeilijk te voorspellen. Ik ga geen tijd op de kaart plakken, maar ik ga mijn best doen. En ik ga wel, kijk ik enorm uit voor een snelle chrono. Ik denk dat Joshua sowieso in klasse te hoog is voor iedereen en klasse te sterk is voor iedereen. Idris mogen wij ook niet onderschatten, hij is een heel sterk atleet, maar ik denk dat 15 kilometer iets te lang is voor hem. En moest het 5 of 10 kilometer zijn, had hij het meeste voordeel, maar nu denk ik dat wel Joshua de topfavoriet is. En of dat de wereldrecord aangaat, weet ik niet, maar ik denk van wel. Ik denk van wel, als hij vorige keer zo dichterbij was, hij was vorige keer 3 seconden traag. En het was niet zo hetzelfde weer als dat ze nu voorspellen voor zondag. Dus ik denk dat ze wel dat hij kansen maakte om weer het record te lopen. Directeur van de stichting Zevenheuvelenloop, Alexander van der Velde, heeft er veel zin in. En na die geslaagde persconferentie al helemaal. Ja, nou, de persconferentie ging heerlijk. Eigenlijk, ik sprak net Suzanne Krummens en ze zei, dit is de leukste persconferentie die ik ooit heb gehad. Normaal krijg ik altijd van die suffe vragen. En nu met Abdelkader Ben Ali was natuurlijk, het was hartstikke leuk. Wat verwacht ik er verder van? We krijgen supergoed loopweer, 7, 8 graden. Klein beetje wind die alleen tegenstaat van kilometer 5 tot kilometer 7. Dus dat wereldrecord waar we vorig jaar 3 seconden naast zaten, dat lijkt erop dat nu dat goede kans is in ieder geval. We hoorden net Joshua op de persconferentie zeggen van ik ga ervoor en ik denk dat het kan. Dat is mooi. Ik ben zelf wel heel enthousiast over ons Nederlandse startveld bij de dames. Suzanne Krummens, Jip Vastenburg, Marijn Koster en Rut van der Meijden. Ik denk dat ook een pittige strijd gaat worden. En dan tussen Suzanne Krummens en Florence Kiplagat. Daar verwacht ik ook wel wat van, dat die twee elkaar in de gaten gaan houden. Dus volgens mij krijgen we een hele mooie editie. RN7 is zondag de hele middag aanwezig bij de Zevenheuvelenloop. Mis niets en kijk of luister naar RN7.